Een hele goede morgen. Ik zit even gezond te kijken. Nee, dat nog zo duur. Ik ben niet zo lang nog een update. Ik kijk deze vlog van vandaag. En vandaag ga ik gewoon lekker rustig aan doen. Een beetje werken weer zoals gisteren. En wat dingetjes doen. Dus dat komt allemaal goed. Ja, eens even kijken of ik nog wat heb qua afspraakjes. Nee, ik heb geen afspraakjes verder. Dus morgen wel misschien. Ik weet niet zeker of dat nog doorgaat. Ik wacht eigenlijk nog niet, maar ik had het in de agenda staan. Dus ja, ik wacht gewoon. Ik wacht niet of dat doorgaat, bedoel ik. Maar ja. Ik laat er in de agenda staan. Het is vandaag dinsdag 17 maart. Excuus. En vandaag gaan we gewoon lekker rustig aan doen. Gewoon lekker werken even. Zoals altijd. En ja, dan ga ik de video vanmorgen iets eerder aan laten zetten. Want ik ben toch vrij. Dus die is eerder al online. Die video van die van extra insect aankomen van de maand. Dus ik ga dat even gaan doen vandaag even. Dus dat doe ik even gewoon lekker. En om het in ieder geval mensen maak er allemaal een toffe dag van. En tot later. Goed mensen. Ik ben helemaal klaar met alles. Ik heb alles met je goed bezig in te korten. Vanwege ik niet over praten over corona. Dus ik heb zoiets van ja, ik ga gewoon lekker flink voor dingen inkorten en nu ga ik gewoon leuke dingen denken. Gewoon echt positieve dingen willen doen. En ik zit altijd thuis, dus op zich maakt het voor mij niet zoveel uit. Goed, daar hou ik nu ook even over op een tijdje. En ja, voor de rest is gewoon lekker. Gewoon even kijken of boven koffie is. Want er was gisteren en eerst vandaag morgen hadden we gisteren geen koffie. Coco, stop! Coco, stop! Hé, wat Coco? Dat is even ik krijg er geen Coco morgen. Heb ik weer, ik zei geen Coco, dan gaat hij een keer praten. Goed. Ja, het is nu echt stil, maar goed, ik ga even lekker buiten op de galerij zitten, denk ik dan eventjes. Dus niet zo meteen al met de koffie, ik ga even kijken of er koffie boven is. Ik denk niet, maar waarschijnlijk ook niet wel, maar dan gaan we gewoon naar boven toe. Dan gaan we eens even kijken boven, ik ga eens even kijken boven.
Ik dacht even wennen, want dan lag ik op de kilo. Maar ja, dan maak ik gewoon koffie met suiker en melk met een zoetje en melk bedoel ik eigenlijk. En ik vind het goed, ik moet echt koffie hebben. Want gisteren had ik ook de hele dag geen koffie op, dat is niet waar. Twee bakjes maar. En ja. Zolang we het nou zo moeten doen, dan doen we het lekker zo op die manier. Anders werkt het ook niet, mensen. Dus, dat is lekker aan de koffie weer. En ja. Goed. Ja, de rest is het gewoon lekker. Ik moet nu gewoon de dingetjes afmaken. Ik wil zo'n meteen dingetjes afmaken. En dan lekker gaan chillen. Ik zeg. Eén. Lekker chillen en zo. Geen niet te veel doen eigenlijk. Dus. Ja. Voor de rest is het gewoon rustig aan. Lekker dingen doen. Gewoon lekker tv kijken. Toch even lekker op de galerij zitten, denk ik eventjes. Ik krijg een bericht dat een van de dingen weer gingen weer. Maar goed, mijn best. Ik ga ook niet meer naar de kapper. Dat het een beetje minder is, dan mensen vaak weer minder worden. Dus ja. Ik mag even één keer terug te komen is dat ik te gebruik van meneer Bak en zorg van meneer Rutte toch wel goed vond. Ik heb de woordje niet goed gelezen van de woonvorm. Ik wil een bericht uit gaan gaan. Oh, niet goed of niet. Meer dan 10 cliënten om het eten. En met de avondeten, om een kamer te jappen. Dat vind ik best hoor. Kijk, ik heb het maar lekker op mijn kamer. Ik vind het helemaal goed. Ik geloof het helemaal wel. Ik heb trek gekregen, ik ga even eten. En lunchen. En voor deze is het gewoon lekker. Ja, ik moet zeggen, lekker juist even. Hij is vandaag gesproken en zo dat hij vandaag terug in Nederland moet. De hotel, de Vos. Als eerste is bekend gemaakt dat hij naar Nederland moest. Ik denk dat het vandaag in de vlog komt. En ik heb de tv aan, zo meteen. En ik ga lekker tv kijken straks. Dus, ja. We gaan misschien een beetje om wat ik nog ga doen. Goed, lieve mensen, ik heb het broodje op, het lekker. En het heeft lekker gesmaakt. Moet ik heel eerlijk zeggen. En ja, dus lekker buiten. We zat even weer lekker op de galerij. Heerlijk eventjes. En toen dacht ik, ja, dan ga ik even lekker tv kijken. Even lekker. Dat was er niet over de dingen gaan. Ik hoop het niet. Ik denk het wel. Ik word er een beetje moe van. Misschien is het al nieuw nieuws en dus een keer hoop ik. Ik hoop niet daarover, als ik normaal kerel, dan ga ik gewoon een kinderprogramma kijken hoor. Kijk, ik kan het in een boel brengen ofzo. Want ik ben er nog een beetje klaar mee. Goed, ik ga eens even kijken wat de tv is en dan ga je vooral video uploaden voor in mei. De serie. Mooi uploaden voor jullie. Video uploaden volgens mij klaar zag ik al. Dus dat ga ik ook zo doen even. Goed, lieve mensen, ik dacht ik even een tekenfilms kijken. En ik werd helemaal gek van het nieuws. Oh, ik kan het wel natuurlijk zo. Mijn moeder had net gebeld en die kon lekker lang voor een worstel te brengen. En ja. Dus ja. Voor de rest is het gewoon een lekker rustige dag voor mij willen. En lekker chill dag. Dus ja, voor de rest is het gewoon
Heerlijk weer, ben buiten geweest zitten in mijn pauze. Dus ja, dat een beetje. Het is gewoon lekker een beetje chillen, een beetje rustig aan doen. Ik zit al even te kijken naar 3FM. Dat was een keer leuk, weer eens een keer. En dat heb ik altijd wel gedaan, dus dat is ook wel fijn. En ja. Ik heb een heel afspraak gemaakt voor naar de kapper. Dat is nu eind maart, dus sorry, eind april, dat is wel mijn excuus. Ik heb flip gekregen van mijn moeder. En een nieuwe koffie. Lekker chips. En ik kijk of ik het een beetje kunnen zien. Ja, dat is leuk, lekker chips. En ja. Lekker eventjes dacht ik, dat is een keer anders dan. Andere dingen. Dus natuurlijk ook een koffie, ik heb bier gehad en al die dingen nog meer. Wat ik echt lekker vind eigenlijk. En ja. Ik blijf gewoon lekker mijn eigen content maken, hoe ik het zelf wil nogmaals. En dat houdt ook in dat ik gewoon niks verander eraan. En ja. Ik begrijp wel de situatie, ik denk waarom is dat als je iets meer praat dan. Komen weer mensen, maar ja, dus er zit ook wel wat in, maar eigenlijk vind ik een beetje mijn ding ook wel, vind ik mijn content, dus ja, het is mijn content dat ik echt leuk vind om te doen. Ik laat me zeker niet door hun dingen door vertellen, maar ook hier wel natuurlijk, want natuurlijk ook hun, jullie moeten er naar kijken. En ik moet het natuurlijk maken. Maar goed. Ik ga even verder naar corona, lekker tv kijken of zoiets. Even kijken naar Enzo. Gewoon is hij al online. Gewoon eens even kijken. Nog niet. Dus ja, dat ga ik zo lekker doen. En dan heb ik nu de dingen voor mezelf weer. En af en toe weer binnen. Dus, morgen gaat de afspraak niet door met InnoCare. Dus, dat had ik ook te verwachten eigenlijk. En ik krijg gewoon mijn eigen geintje wel weer. Dus, bijvoorbeeld lekker naar buiten of zoiets. Dus, ik weet dat het afgeraden wordt, maar toch. Goed mensen, ik heb heerlijk gegeten. Ik heb een pannenkoeken op, dat was lekker. En nu ga ik leren koffie maken voor mezelf. Ik heb een nieuwe koffie gekregen van mijn moeder. En lekker even koffie. Ik wil daarna weten. En koffie stond er alweer binnen als buiten. En typisch Utrecht. Typisch. Dus nu. Nog steeds. Zuiden Utrecht. Echt leuk om te kijken. Maar we hebben van goh. Kijk je daarnaar? Ja. Vind het leuk om te kijken. Echt. Is het tv, want je naar TikTok en boe. Dacht, ik ben helemaal gek van die shit. Moet ik er naam mee of moet je nagaan? Hoe erg ik dat shit vind. En ik vind het echt shit, sorry. Begrijp het wel, mensen het druk om maken, maar ik eigenlijk totaal niet. En dan moet ik het nu eigenlijk ook niet doen, dus ik nou eigenlijk ook eens een keer te oud open is en zo. Hier in de wet dan, hè? Dus, ja, echt, het is gewoon niet leuk. Het is gewoon, ik weet niet hoe stil het dan is. Als ik daar heen rijd, is het dan niet stil of zo. Maar goed, dat is mijn mening erover. Iedereen moet een ding doen, iedereen zou een kind moeten krijgen en zo. Zorg ik dat over zeg, maar als mijn mening verder over het virus. Ja. Ik wil een pakken voor mezelf. En ja. Ik even lekker te vent kijken hier even. Wat je achterlijk wel kan zien. Echt een lekkere avond tot nu toe. Ja.
Ik vind het wel mee van allemaal. Want wat je net zo vertelde, is wat ik wel zeg. En ja. Ik ga gewoon mijn leven weer opbouwen. En ik ga gewoon niet eerder mijn sociale leven opbouwen. Anders dan kan ik nergens heen. En dat wil ik wel graag, eigenlijk. Ik ben nergens bang voor verder. Dus. Ik ben echt nergens bang voor. Nee, ik ben echt nergens bang voor, gelukkig. En ik denk dat het allemaal losloopt of zo. Hetzelfde cijfers komen ook als je grieperig bent. Dus ik kan ook de jongste ook overkomen. En nu wordt het zeker nieuws verteld. Teringen, echt. Het gaat nergens op. In Nederland, echt. Maar goed, in mijn lichaam staat er een woord in, hè. Want er nu in één keer een virus opgedoken is, dat is in het nieuws. Hoeveel mensen er in de IC liggen. Dat gebeurt altijd, ook als je grieperig bent. En je kan je niet tegen, en je hebt een dure longontsteking. Komt ook gewoon op die IC. Dan kon ik er ook kans op leven of dood. Dat heeft nergens op slaan, maar goed. Je bent niet van dat nou om dat te bepalen wat de bus is en zo. Ik ben er niet voor gelukkig, maar ik heb natuurlijk al meningen ervoor en erover en zo. En de mening kan van hart zijn, ik weet het ook wel, maar ja. Het is eenmaal mijn mening altijd geweest, zo. Positief en lekker. Lekker eigenwijze mening en zo. Zo ben ik eenmaal. Dus ja. Ik ben zo eenmaal. En ik zou zeggen van goh, luister. Misschien dat de kijkers het anders vinden. Lieve mensen, ik heb vandaag een hele leuke dag gehad vandaag. Moesregeltjes geweest. En dat was heel gezellig. Dat was ook zo weer weg. Want ja, je weet wel waarom, denk ik. Dus ja, van jullie volgende week. Oh, je brain tech niet te delen. Hier links van jullie kan je delen. Of ik het ziet, hoe je moet delen, even als je niet weet hoe het werkt via Facebook, sorry, via YouTube, lol. Dan zou ik het leuk vinden als je op mijn kanaal zou abonneren en ook zeker een like geven. En als je nieuw bent, zeker een belletje aandrukken, dat je altijd op de nieuwe video's kan zien als eerste. En dan zeg ik met z'n allen tot morgen.